Goedemorgen, welkom bij dit webinar aangaande de wijziging in de regelgeving in het algemeen, maar heel erg in het bijzonder wijziging in de CAO van de ABU. Mijn naam is Alex Groeneveld, ik ben operationeel directeur bij Randstad. Ga proberen vanochtend het een en ander aan wijzigingen met jullie door te nemen en dat ook nog eens een keertje begrijpelijk en behapbaar te maken. En gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, maar word ik daarin geholpen door naast mij Nathalie. Welkom. Nathalie is onze bedrijfsjurist. En natuurlijk voor de broodnodige juridische bijstand van vanochtend aanwezig. Daarnaast moeten we juridisch context ook altijd naar de praktijk brengen en kijken naar wat dat dan betekent voor jullie in de praktijk en voor ons in onze dienstverlening. En daarvoor is onze conceptmanager Marleen aanwezig. Goedemorgen. Welkom. Voordat ik ga beginnen, nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Allereerst, we hebben het webinar gepland van 10 tot 11. We gaan proberen om het in ongeveer 3 kwartier met jullie het een en ander door te nemen. Het is mogelijk, als je over het sheetje heen gaat, zie je dat, om vragen te stellen. Dat gaat via een gesloten chat, dus dat betekent dat andere mensen dat niet kunnen zien. Om het overzichtelijk te houden, gaat het niet lukken om allerlei vragen altijd de hele tijd tussendoor te beantwoorden. We zullen er een paar uitkiezen op het moment dat dat passend is. Maar we zorgen er wel voor dat onze medewerkers een volledige lijst hebben met alle gestelde vragen. Dat op het moment dat we later met jullie in gesprek gaan, daar altijd op terug kunnen komen. En tot slot, de sheets die we gebruiken voor de webinar worden nagestuurd. Net zo goed als een link, zodat je ook na de hand nog kan terugkijken. Dan over naar de webinar zelf. Nathalie, wij zaten hier vorig jaar, niet zo heel lang geleden, nog minder dan een jaar geleden, zaten we hier ook. Ja, zeker. Er gebeurt nogal het een en ander blijkbaar in Nederland rondom regelgeving. Ja. Voordat we dan naar de inhoud van nu gaan, kan je iets meer vertellen over wat je daar ziet gebeuren? Of wat we daar zien gebeuren? Nou ja, wat je al aangaf, hè, er gebeurt nogal het een en ander. En er is ook al het een en ander gebeurd in de afgelopen jaren. Zaten we hier voor de wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar wat je ook ziet is dat er op CAO-vlak het een en ander wijzigt. En heel veel in wet en regelgeving, zowel in Nederland als ook in Europa. Want vergis je niet, er komt steeds meer sociale wetgeving uit Europa. De CAO-wijzigingen, waar we het zo meteen meer en detail over gaan hebben, die komen toch vooral voort uit de afspraken die door sociale partners al in 2021 zijn gemaakt in de SER. Met betrekking tot de arbeidsmarkt in bredere zin, maar ook met betrekking tot de positie van uitzendkrachten. En wat dat laatste betreft, daar is eigenlijk de gedachte dat de positie van de uitzendkrachten toch wat meer op hetzelfde niveau getrokken moet worden als die van vaste medewerkers van opdrachtgevers. Dat wil niet zeggen dat ze exact hetzelfde behandeld zouden moeten worden, maar wel gelijkwaardig. Wel met bijzondere aandacht voor hun specifieke inzet, maar het is niet de bedoeling dat we gaan concurreren op arbeidsvoorwaarden. Ja. Dat zie je ook wel terug. Deze vertaling komt natuurlijk ook een beetje voort uit de hele bredere beweging die we al een paar jaar zien naar goed geregeld werk of nog beter geregeld werk, zo je wil. Gestart met de wet werk en zekerheid. Toen gingen we naar de WAP. Jullie herinneren jullie misschien nog wel de introductie van de oproepregels. Ter bescherming van oproepkrachten. Nou, vorig jaar zaten we hier inderdaad over die wet transparante arbeidsvoorwaarden. Die kwam in één keer over links voorbij zeilen vanuit Europa. Dan zie je toch dat werkgevers ook niet altijd voorbereid zijn op wat er eigenlijk vanuit Europa allemaal op ons afkomt. Ook daar zie je dat ze heel erg bezig zijn met die arbeidsmarkt en met die wet en regelgeving daaromheen. Er gebeurt heel veel in de wereld. Er gebeurt dus ook steeds meer op de arbeidsmarkt. En het idee is wel dat iedereen gelijke kansen moet hebben op die arbeidsmarkt. Dus ook de mensen die wat kwetsbaarder zijn. Ook de mensen die meer op flexibele basis werken. En dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van het geheel. En wat je ziet in de CAO is dat eigenlijk al sinds begin 2022 er steeds stapjes worden gezet. Op weg naar die meer gelijkwaardige positie voor uitzendkrachten. Ja, ja. Dus
Helder. Nou, een mooie schets van de context waar al die wijzigingen vandaan komen. Als je nu vooruitkijkt naar 1 juli, wat zijn dan de belangrijkste wijzigingen die we daar op ons af zien komen? Ja, deels gaat het om 1 juli en deels gaat het om 3 juli. Dat is een beetje een technisch verschil, maar dat houdt eigenlijk verband met het feit dat de meeste uitzendbureaus en wij in ieder geval ook werken met week- en periodeverloning. Dat betekent dat we gewoon een aantal dingen pas per 3 juli gaan implementeren, omdat dat gewoon handiger is in onze systemen. Er zijn eigenlijk 4 thema's die we vandaag met jullie willen bespreken. Dat gaat over inschaling en periodieken. Op zich geen nieuwe thema's, maar wel aanscherping, verduidelijking van bestaande regels. We gaan het weer hebben over beloning van uitzendkrachten. We gaan het hebben over arbeidsongeschiktheid, in het bijzonder in fase A. En tot slot willen we nog heel even stilstaan bij de transitievergoeding. Oké, dat zijn hartstikke belangrijke thema's, denk ik, vooral onze klanten. Kan je om te beginnen iets vertellen over de periodiek en de inschaling? Ja, daar kan ik. Dat zijn geen nieuwe regels. Het is niet zo dat er nu allerlei hele nieuwe afspraken gemaakt zijn. Het gaat dus eigenlijk, zoals ik al zei, meer om verduidelijking van bestaande uitgangspunten. Uitgangspunt in de CAO was al, maar dat is nog wat aangescherpt, dat werkervaring, relevante werkervaring, moet lonen. Ook bij uitzendkrachten, net zoals dat bij eigen personeel is. En ook als iemand van opdrachtgever naar opdrachtgever gaat. Nou, op zich stond dat al wel in de CAO. Alleen dan zie je soms dat de praktijk wat weerbarstiger is dan de theorie. En dat die regels wat aanscherping behoeven. Want in sommige gevallen, kijk, het uitgangspunt is eigenlijk altijd dat wij met betrekking tot die beloning zoveel mogelijk het beleid van de opdrachtgever volgen. En dat geldt dus ook voor die inschaling. Nou, bij de meeste opdrachtgevers geldt natuurlijk al dat op het moment dat iemand nieuw in dienst komt, maar hij heeft al 5 jaar werkervaring en dezelfde soort functie, dat je dat ook honoreert bij de inschaling. Dat is alleen blijkbaar nog niet bij alle werkgevers zo. En daarom is er nu afgesproken dat op het moment dat dat niet zo is, dat partijen dan toch in gesprek gaan om te kijken hoe ze die relevante werkervaring wel kunnen honoreren. En hoe dat dan precies te honoreren is dan een kwestie van overleg tussen uitzendkracht, opdrachtgever en uitzendbureau. Maar dat kan er in ieder geval niet toe leiden dat iemand zeg maar onderaan de schaal start. Okay. Nou, dus dat wat betreft de inschaling. Nou, dan hebben we ook nog het onderwerp periodieken, ook niet nieuw, hè? Want die maken al sinds jaar en dag onderdeel uit van de inleidersbeloning. Alleen de praktijk van die periodieken die stelt ons soms wel voor uitdagingen bij uitzendkrachten. Want uitzendkrachten hoppen soms van baan naar baan, kunnen daardoor periodieken mislopen. Dat is eigenlijk natuurlijk niet redelijk. Als jij natuurlijk net ergens weggaat en daardoor de periodiekverhoging mist, en vervolgens kom je 3 maanden later weer terug omdat je in de tussentijd ergens anders hebt gezeten, dan is het eigenlijk redelijk dat je alsnog die periodieke verhoging krijgt. Dus dat is nu ook afgesproken. Mensen komen binnen 9 maanden terug bij dezelfde opdrachtgever of binnen hetzelfde CAO-bereik. Hè, want je kan natuurlijk ook in een bepaalde branche werkzaam zijn. Dan moet je die periodiek alsnog krijgen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de situatie dat periodieken afhankelijk zijn van beoordeling. Ja. Nou, en dat is natuurlijk heel vaak het geval. Soms gaat het er gewoon om hoe lang je ergens werkt en dan krijg je na een extra functiejaar weer een treden. Maar vaak, en dat zie je steeds vaker, is het afhankelijk van een beoordeling. Nou, in 9 van de 10 gevallen worden uitzendkrachten ook beoordeeld. Alleen, ja, dat gebeurt nog niet overal. En dat is natuurlijk wel even de vraag of dat er dan zou moeten leiden dat mensen ook geen periodiek krijgen. Dat is natuurlijk niet redelijk. En daarvoor hebben CAO-partijen nu afgesproken dat als die beoordeling niet plaatsvindt, ja, dat dan de norm is dat de uitzendkracht gewoon de meest gangbare periodiek bij de opdrachtgever geldt of krijgt.
En als die wel wordt beoordeeld, dan zou die in principe ook een periodiek moeten krijgen. En alleen als je als uitzendbureau kunt aantonen dat iemand echt slecht functioneert, dan is dat een reden om die periodiek niet toe te kennen. Nou ja, in de praktijk zal dat laatste zich niet zo snel voordoen, verwacht ik. Kijk ik jullie ook even aan. Want meestal als iemand niet bevalt, dan zit hij er al niet meer op het moment dat die periodiek wordt toegekend. Dus voor de praktijk denk ik niet dat die heel belangrijk zal zijn. Maar eigenlijk is de boodschap gewoon behandel uitzendkrachten zoals je je eigen personeel behandelt. En zorg gewoon dat ze goede beoordeling krijgen. Wat mij betreft is dat overigens de verantwoordelijkheid van klant en van uitzendbureau samen. Logisch. Ik krijg nog de vraag, de sheets worden inderdaad nog nagestuurd. Dus u hoeft niet alles mee te pennen wat u voorbij ziet komen. Dan even een vraag aan jou, Marleen. Als je het verhaal met betrekking tot inschaling en periodiek zo hoort, welke impact verwacht jij daar dan van in de praktijk? Nou, ik denk dat de impact beperkt is op dit punt. Omdat wat Nathalie ook al zegt, dat er heel veel al goed gaat volgens beleid opdrachtgever. Ik denk dat er op een aantal vlakken nog wel onduidelijkheid is. En die wordt met deze aanscherping natuurlijk wel weggenomen. En ik denk dat dat ook terecht is. Omdat mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben. Maar dat is nog meer van toepassing in deze krappe arbeidsmarkt. Want volgens mij wil je dan juist de mensen belonen en aan je binden met het juiste salaris. Ja. Dus, snap ik. Ja. Er komt nog een vraag binnen, denk ik voor jou een goede, Nathalie. En die gaat er eigenlijk over op het moment dat je de inschaling nu nog niet goed deed, maar nu met die aanschepping dat wel goed gaat doen. Moet je dan ook iets doen met de medewerkers die al aan het werk zijn? De uitzendkrachten die al aan het werk zijn? Nou ja, ik ga er even vanuit dat de uitzendkrachten die al aan het werk zijn, dat die ook goed zijn ingeschaald. Want anders wordt deze vraag heel moeilijk te beantwoorden. Maar in principe schaal je mensen in op het moment dat ze starten met werken voor jou. En dat kan zijn dat ze al eerder voor je hebben gewerkt. Dan zijn er regels met betrekking tot behoud van de inschaling bij terugkeer waar je rekening mee moet houden. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze helemaal nieuw starten met werken, maar wel elders relevante werkervaring hebben opgedaan. Ja, dan zul je dat moeten honoreren. Maar we gaan niet opeens de hele populatie opnieuw inschalen. Oké. Okay. Ja. Nog een interessante vraag over de beoordeling die je net schetste. Wordt de beoordelingssystematiek van de werkgever of de CAO van de opdrachtgever gebruikt of de beoordelingssystematiek van het uitzendbureau, Nathalie? We hebben niet echt een eigen beoordelingssystematiek. Dus ook hier volgen we in principe gewoon de systematiek van de opdrachtgever. Ja, super. Ja. Dan hebben we net kort ook even aangestipt een ander groot thema. Dat is de uitbreiding van de inlenersbeloning. Dus we pakken daar al een aantal elementen van, maar er komt nog meer bij. Wat is dat? Wat komt er? Nou, vooropgesteld is dat we denk ik al een heleboel elementen meepakken. En zeker sinds begin dit jaar, want is de vaste eindejaarsuitkering daar ook bij gekomen. Dus we zitten al heel erg, denk ik, op het goede spoor. Wat er nu nog bij komt, zijn eigenlijk alle toeslagen en kostenvergoedingen die er nu nog niet onder vallen. Nou ja, welke zijn dat dan? De meest gebruikelijke toeslagen vallen eigenlijk al onder de inlenersbeloningen. De overwerktoeslag, de feestdagen, onregelmatigheid, ploegen. Sinds een tijd ook de toeslagen voor belastende omstandigheden, zoals dat dan heette in de CAO. Denk aan vuil werk, gevaarlijk werk, in vriescellen, dat soort dingen. Nou ja, die hebben we dus allemaal al. En wat komt daar dan nog bij? Ja, ik ben eens in een paar CAO's gedoken. En ik denk dat we het dan vooral hebben over dingen als BHV of EHBO-toeslagen. Die eigenlijk ook meer aan de specifieke persoon, een specifieke kwalificatie hangen. Diploma-toeslagen kom je wel tegen. Waarnemingstoeslagen, maar ook dingen als bijvoorbeeld een arbeidsmarkttoeslag. Op het moment dat een bepaalde groep medewerkers een arbeidsmarkttoeslag krijgt bij de inlener, omdat het om een hele schaarse groep gaat, dan is het ook redelijk dat uitzendkrachten die dat werk gaan doen, die toeslag ook krijgen. Dus dat verwacht ik. Wat misschien goed is om ook nog even te noemen, is iets wat er in mijn optiek al lang
bij zou horen. Daar wordt door sommige mensen anders over gedacht. Dat zijn toelagen of vergoedingen voor conciliatie, beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdiensten. Nou ja, die vind je natuurlijk niet in elke sector. Maar dan heb je het over de monteur die een storingsdienst moet doen. Maar ook in de zorg heb je natuurlijk allerlei bereikbaarheids-, slaap-, aanwezigheidsdiensten. Conciliatie komt ook wel regelmatig voor in productiebedrijven. Dus voor zover die niet nu al worden toegepast, zou dat in ieder geval vanaf begin juli wel zo moeten zijn. Als we even het sprongetje naar de kostenvergoedingen maken. Ja, ook niet nieuw in die zin dat we doen al die kostenvergoedingen. Alleen daar geldt één voorwaarde voor uitzendkrachten die niet voor eigen personeel van opdrachtgevers gelden. En die voorwaarde is dat wij die vergoeding onbelast, dus netto, kunnen uitbetalen. En dat komt er eigenlijk op neer dat die vergoeding fiscaal vrijgesteld moet zijn voor de loonheffingen. Nu wordt het een beetje technisch en ik ben ook geen fiscalist, dus ik zal proberen om het een beetje simpel te houden. Die voorwaarde die gaat er vanaf. Die komt te vervallen. Dus dat betekent dat ook vanaf in dit geval 3 juli de bruto kostenvergoedingen erbij komen. En dat kan ook zijn een bruto deel van een kostenvergoeding. Want ik denk dat we, dat is het simpelste voorbeeld en misschien ook wel de meest voorkomende. Hè, dat er soms fiscaal bovenmatige reiskosten worden toegekend. Denk aan een kilometervergoeding van 30 cent. Dan is het op dit moment zo dat we 21 cent onbelast kunnen vergoeden. Dat zal dus zo zijn dat onze uitzendkrachten nu doorgaans die 21 cent krijgen. Mits die ook inderdaad wordt vergoed bij de opdrachtgever. Maar die 9 cent meestal niet krijgen. Nou, vanaf begin juli zal het dus zo zijn dat ze die 9 cent ook gaan krijgen. Doorgaans zal dat dan overigens wel bruto zijn. Want dat kan natuurlijk zijn dat de opdrachtgever dat voor zijn eigen personeel anders doet. Hè, dat hij die 9 cent ook netto vergoedt. Alleen wij kunnen onmogelijk alles wat opdrachtgevers netto vergoeden boven het fiscaal vrijgestelde deel ook netto vergoeden. En dat hangt samen eigenlijk met fiscale regels. Namelijk de werkkostenregeling, dat is een potje wat iedere werkgever heeft en waarvan die en waaruit die bepaalde vergoedingen netto kan betalen. Maar je hebt maar een beperkt potje en dat moet je aanwenden voor de hele onderneming. En het is in ieder geval bij ons natuurlijk niet groot genoeg om alles netto te betalen wat onze opdrachtgevers netto aan hun eigen personeel betalen. Ieder bedrijf maakt daarin zijn eigen keuzes. Ja. Oké, nou, ik ben ook geen fiscalist, maar ik snap je antwoord dus. Nou, dat is fijn! Dat is al een goed begin. Als je het totaal van het verhaal van Nathalie hoort over de inlenersbeloning, wat is dan jouw gedachte daarbij vanuit de praktijk, Marleen? Nou, dat dit de meest impactvolle wijziging is, denk ik, voor ons, de opdrachtgevers, maar ook wel voor de flexwerkers. Flexwerkers omdat ze natuurlijk weer opschuiven richting beloning van vast. Dus dat is volgens mij alleen maar heel goed. Maar wat Nathalie zegt, ik heb een paar cao's bekeken. Dat wordt denk ik de grootste klus voor de opdrachtgever om weer in een eigen cao te duiken van wat staat daar nu op deze componenten en hoe pas ik dat toe bij vast en hoe kan ik dat doorvertalen naar flex. Ja. Voor ons, omdat wij dat natuurlijk in gezamenlijkheid doen met onze opdrachtgevers. Dus dat, we hebben nogal wat opdrachtgevers gelukkig. Ja. Dus dat heeft best wel een impact op het geheel. Maar daarnaast ook systeemtechnisch. Want onze systemen moeten daar natuurlijk ook weer op ingericht worden. En dat alles per 1 juli. En een stukje administratieve verwerking nog voor die tijd. Dus dit is denk ik wel qua workload in ieder geval op korte termijn de meest impactvolle. Oké. Ik krijg best wel veel vragen binnen. We kunnen ze helaas niet allemaal nu beantwoorden. Dus ik pak in ieder geval degene die echt even duidelijk ingaan er sowieso uit. Eén daarvan is, wordt tijdens deze sessie de flexwerker hetzelfde als uitzendkracht gezien? Dus qua even terminologie die wij gebruiken. Wat bedoelen wij met flexwerker? Dat is een goeie. Het begrip flexwerker kan je heel erg breed uitleggen.
Dat heb ik in het begin ook wel wat breder gebruikt. Als ik het nu over flexwerkers heb, dan heb ik het eigenlijk vooral over uitzendkrachten. Maar het kunnen ook weer gedetacheerder zijn. Ja. Laat ik het zo zeggen, ik zal het specifiek aangeven als het over uitzendkrachten gaat en als het over gedetacheerder gaat. Ja. Maar we hebben het hier over de uitzend-CAO. Dus wat dat betreft denk ik dat we het niet breder moeten maken dan waar het onderwerp over gaat nu. Oké, dank. Dan toch weer even naar jou, Nathalie. We hebben nu eigenlijk twee van de vier thema's waar je in het begin ons op hebt gewezen, hebben we gehad. Derde was arbeidsongeschiktheid. Wat gaat daarin wijzigen? Ja, dan wordt het juridisch technisch. Dus een klein beetje ingewikkelder. Ik ga proberen om het toch begrijpelijk uit te leggen. Dat gaat lukken, want je was geen fiscalist, maar je bent wel jurist. Nou ja, dat ik hoop dat Tax niet meeluistert. waar het eigenlijk om gaat bij die arbeidsongeschiktheid is om twee dingen. Enerzijds ontwikkelingen die er zijn geweest en nog zijn juridisch maatschappelijk. En anderzijds ook de behoefte om ook weer een extra stapje vooruit te doen voor onze uitzendkrachten en gedetacheerden in dit geval. Wat iedereen hier wel weet, denk ik, die hier in dit webinar zit of luistert, is dat uitzendovereenkomsten met uitzendbeding automatisch eindigen op het moment dat de ter beschikkingstelling, zo heet dat dan officieel, eindigt op verzoek van de inlener. En dat heet het uitzendbeding. Dat geldt alleen voor uitzendkrachten en niet voor gedetacheerden. Okay. Om even het verschil aan te geven. In het verlengde daarvan staat er al sinds jaar en dag een bepaling in de uitzend-CAO's. Zowel in die van de ABU als in die van de MBBU. Dat bij ziekmelding van een uitzendkracht, dus niet een gedetacheerde, de uitzendovereenkomst automatisch eindigt. En dat wordt dan geacht te zijn op verzoek van de opdrachtgever. Nou, wij noemen dat dan in uitzendjargon de fictie. Die fictie staat eigenlijk al een aantal jaren onder druk. Zowel juridisch als maatschappelijk. Er zijn ook wat rechtelijke uitspraken over gedaan. En vrij recent nog, zelfs een uitspraak door de Hoge Raad, waarin inderdaad is gezegd dat die fictie niet meer houdbaar is. Vooruitlopend daarop hebben CAO-partijen eigenlijk al eind vorig jaar afgesproken dat dus dat artikel in de CAO moet worden aangepast. En dat dat ook betekent dat die fictie gaat vervallen. Nou, dat is één. Vervolgens was natuurlijk de vraag hoe dan om te gaan met de situatie dat iemand in dienst blijft. Nou ja, dan krijgt hij dus loon doorbetaald tijdens ziekte. Dat blijft 90%, zoals dat ook al voor gedetacheerden gold, in het eerste ziektejaar en 80% in het tweede ziektejaar. Alleen op dit moment is het zo dat gedetacheerden dat al na één wachtdag krijgen en uitzendkrachten pas na twee wachtdagen. Nou, is dat op zich niet zo erg, want die tweede wachtdag wordt nu gecompenseerd door een wachtdagcompensatie. Dat is een opslag eigenlijk op het loon. Die wordt ook meteen uitbetaald. CAO-partijen hebben eigenlijk de situatie bij ziekte voor gedetacheerden en uitzendkrachten in fase A gelijk willen trekken. En dat doen ze nu door die extra wachtdag voor uitzendkrachten te schrappen. Dat betekent overigens ook dat de wachtdagcompensatie komt te vervallen. Dus beide hebben nog maar één wachtdag bij ziekte. En daarnaast hebben ze de positie van gedetacheerden willen gelijk trekken met die van uitzendkrachten na dienstverband. Hè? Dus op het moment dat toch op enig moment die uitzendovereenkomst eindigt. En dat kan niet al na een dag zijn, want er is ook een regel opgenomen in de CAO dat bij opvolgende contracten ieder uitzendcontract minimaal 4 weken moet duren. Dus het zou kunnen dat iemand dan na 4 weken uit dienst gaat. Dan gaat hij ziek uit. Als hij dan ziek uit dienst gaat, krijgt hij
recht op een ziektewetuitkering. Dat is op zich niks nieuws. Dat is nu ook zo, geldt voor iedere reguliere medewerker. Maar uitzendkrachten krijgen nu een aanvulling op die ziektewet. In het eerste jaar ook weer tot die 90%, tweede jaar 80%. Maar gedetacheerden krijgen dat niet. Nou, er is nu afgesproken dat ook gedetacheerden die ziek uit dienst gaan in fase A, dat die ook die aanvulling gaan krijgen. Dus wat dat betreft zijn die posities heel erg gelijk getrokken. Ja. En is er verder nog wel een verbetering afgesproken ten aanzien van die AZW. Omdat de uitzendkrachten daar zelf ook een bijdrage voor betalen. Die bijdrage die zij nu betalen, althans die uitzendkrachten nu betalen, die wordt ongeveer gehalveerd. Dus dat, ja, dus dat is in die zin een verbetering. Oké. Okay. Nou, als ik dat zo hoor, Marleen, dan denk ik dat met name aan het vervallen van die fictie best een hele grote impact zou kunnen hebben. Wat merken wij daarvan in de praktijk? Nou, dat hebben we eigenlijk al gemerkt, want vooruitlopend op de uitspraak van de Hoge Raad en de invoering van de nieuwe CAO heeft Randstad al het beleid aangepast per 1 januari. Dus wij zijn al ingericht volgens de werkwijze van de fictie is vervallen. En daarbij is ook het feit dat we sinds 1 januari eigen risicodrager zijn. Dus we zijn zelf verantwoordelijk voor de zieken, ook in begeleiding. Dus dat heeft best wel wat impact gehad. Maar uiteindelijk zie je dat het complete plaatje maakt dat we meer in contact zijn met onze flexwerker. Begeleiding ook beter kunnen organiseren. En dat het over het algemeen ook leidt tot snellere terugkeer naar werk. Dus dat is een hele positieve impact wat dat betreft. Dat is heel mooi. Ja. Voor mij hebben we een soort van winnende vraag binnen. Want ik heb er eentje die achter elkaar binnenkomt. En is best een logische. Die gaat er namelijk over. Als zieke uitzendkrachten in dienst blijven, betekent dat dat de kosten omhoog gaan? Wie gaat dat betalen? Met andere woorden, wat doet dat met ons tarief? Ik denk in alle eerlijkheid misschien het meest logisch als ik die vraag beantwoord in plaats van aan hem te stellen. Allereerst, dan gaat het dus over uitzendkrachten in fase A. Dat is dan waar we het over hebben. Daar heeft dit impact. En zoals Marleen het schetst in het antwoord op de vraag die ik als laatste stelde, betekent dat eigenlijk dat bij Randstad niets betekent, omdat wij al sinds 1 januari jongsleden op deze wijze werken. Dus de wijziging en de kostenverhogende effecten daarvan zijn al doorgevoerd en zijn al bij ons opgenomen in de tarieven. Nou weet ik dat veel van jullie ook wel eens zaken doen met een ander bureau zo her en der. Daar kan ik natuurlijk niet voor spreken, dus dat loont ongetwijfeld de moeite om daar een check te doen. Maar voor ons, voor wat betreft het vervallen van de fictie en uitzendkracht in fase A, zie ik daar vooralsnog geen verwijzigingen plaatsvinden. Dan hebben we eigenlijk nog één laatste onderwerp niet aangestipt, Nathalie. En welk was dat? Ja, dat was de transitievergoeding. Ja. Dat is wat mij betreft wel het kleinste onderwerp van vandaag. Want zoveel gaat er ook weer niet wijzigen. Het is niet zo dat in één keer de transitievergoeding een hele andere situatie verschuldigd wordt dan die nu al is. Hè. Op dit moment geldt volgens de wet, en wij volgen daarin gewoon de wettelijke regeling, dat een transitievergoeding verschuldigd is op het moment dat op initiatief van de werkgever een arbeidsovereenkomst wordt stopgezet, dan wel niet wordt verlengd. Nou, dat blijft zo. Dat is zo en dat blijft zo. En de hoogte en de berekening die gaan ook niet echt wijzigen. Hoogstens kan het zo zijn dat een transitievergoeding in een individueel geval iets hoger uitvalt. Natuurlijk omdat er ook meer beloonkomponenten tot die inlenersbeloning gaan horen. En het kan ook zijn dat de grondslag voor die berekening dus wat anders wordt. Maar wat wel gaat veranderen is de termijn waarbinnen uitzendkrachten aanspraak kunnen maken op die transitievergoeding. Volgens de wet is dat nu 3 maanden. Dat geldt overigens voor de hele BV Nederland, niet alleen voor uitzendkrachten. 3 maanden na einde dienstverband is de wettelijke vervaltermijn. En die is natuurlijk al vrij kort, maar wordt vooral voor uitzendkrachten en gedetacheerd, met name eigenlijk voor uitzendkrachten, wel bijzonder kort geacht. Omdat ook niet altijd duidelijk is bij uitzendovereenkomsten wanneer ze eindigen. Wordt iemand na een week niet opgeroepen of is het contract echt afgelopen?
En om die reden hebben cao-partijen afgesproken dat uitzendkrachten 12 maanden de tijd krijgen om zo'n vergoeding op te eisen. En in die periode kan het uitzendbureau zich dus niet beroepen op die wettelijke vervaltermijn. Ja, één kanttekening daarbij. De wet gaat er natuurlijk wel van uit dat je als werkgever, en dat geldt dus ook voor een uitzendbureau, uit jezelf die vergoeding betaalt als iemand daar recht op heeft. Ja, en als je dat doet, kom je natuurlijk helemaal niet toe aan een vordering van een uitzendkracht. Want dan krijgt hij gewoon waar hij recht op heeft. Nou, en als je dan kijkt in de praktijk bij ons, dan is dat natuurlijk ook aan de orde. Omdat wij na 4 weken proactief die transitievergoeding al uitbetalen. Dus vandaar dat jij ook schetst, dit is eigenlijk de kleinste wijziging voor ons. Voor ons denk ik de minst impactvolle, eerlijk gezegd. Ja. Ja, ja, helder. Oké. Nou, helemaal in het begin hebben we natuurlijk al een stuk context gegeven over waar al deze wijzigingen nu een beetje vandaan komen. Tegelijkertijd stopt het ongetwijfeld niet nu. Wat is het beeld, Nathalie, wat er nu nog meer eventueel aankomt? Nou ja, er komt nog van alles op ons af, hè. Ik bedoel, we begonnen al met te zeggen dat we hier waarschijnlijk niet voor het laatst zitten. Even voor de korte termijn. Wat er in ieder geval mogelijk nog aan zit te komen is een pensioenwijziging. Maar dat hangt een beetje af van een wet die nu bij de Eerste Kamer ligt. De wet toekomst pensioenen, die raakt ons allemaal. Maar als die aangenomen wordt, dan raakt die per 1 juli waarschijnlijk in ieder geval de wachttermijn die uitzendkrachten nu hebben voor de opbouw van pensioen. Die is nu 8 weken, maar die zou dan gaan naar 0 gaan. Wat betekent dat uitzendkrachten vanaf dag 1 pensioen gaan opbouwen. Wat natuurlijk een verdere verbetering voor hun betekent. Maar ook wel weer iets kan gaan doen in kosten. Nou goed, als die wet aangenomen wordt, dan gaat dat waarschijnlijk ook betekenen dat per 1 januari volgend jaar de leeftijdsgrens voor de opbouw van pensioen naar beneden gaat. En dat raakt niet alleen uitzendkrachten, maar echt de hele BV Nederland. Dus ook medewerkers van onze toehoorders. Die leeftijdsgrens is nu 21 jaar, die zou dan naar 18 jaar gaan. Wat bijvoorbeeld voor studenten en dergelijke die aan de slag zijn ook wel echt gevolgen heeft. Daarnaast staat er nog het een en ander op stapel met betrekking tot regie over je werkplek. De wet werken waar je wil. Mensen die onze kennissessies in den lande hebben bezocht, die hebben daar als het goed is al wat meer over gehoord. Dat gaat er eigenlijk om dat om werknemers zeg maar iets meer munitie te geven om ook bij hun werkgever aan te kloppen. Om wat vaker thuis te kunnen werken of misschien op een kantoorlocatie wat dichter bij hun woonadres. Sommige werkgevers denken dat dit betekent dat iedere werknemer kan claimen dat hij vanaf zijn vakantieadres met zijn laptop kan gaan werken. Nou, dat is niet per se het geval. Maar goed, ik zal daar nu even niet verder over uitweiden. Hij is nog niet aangenomen, dus we moeten even afwachten. Maar als die wordt aangenomen, zou dat ook zomaar in juli van dit jaar kunnen worden. Nou ja, wat inmiddels wel is aangenomen is een wet die de invoering van een wettelijk minimumuurloon regelt per 1 januari 2024. En dan zou je zeggen van ja, hoe spannend is dat dan? Want we hebben toch al een wettelijk minimumloon en zolang het niet vreselijk omhoog gaat, heeft het dan voor ons toch niet zo heel veel consequenties. Maar nou, het kan natuurlijk administratief wel degelijk consequenties hebben. Maar daarnaast kan het ook een kostenverhogend aspect hebben voor werkgevers die meer dan 36-urige werkweek hebben. Waarom? Omdat dat wettelijk minimumuurloon gebaseerd gaat worden op een 36-urige werkweek. Dus het kan wel degelijk ook financiële impact hebben voor werkgevers. Wat zit er dan nog meer in de pen? Ja, gelijke behandelingswetgeving, daar is men ook heel erg actief in, zowel in Europa als in Nederland. En wat bijvoorbeeld nog op stapel staat, is de wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.
dan zou je zeggen van hoe spannend is dat? Want we bieden toch al gelijke kansen bij werving en selectie. En discriminatie bij toegang tot de arbeidsmarkt is toch al verboden. Het is allemaal waar. Alleen het gaat blijkbaar her en der toch nog steeds mis. En daarom wil men meer concrete maatregelen eigenlijk opleggen aan werkgevers. Nou, die wet komt er heel kort op neer dat iedere werkgever in ieder geval een werkwijze moet hebben om te voorkomen dat er ongelijk behandeld wordt bij werving en selectie. En voor grotere werkgevers betekent ook dat ze dat op schrift moeten hebben. Dus een beleid alleen is niet voldoende. Je moet het echt gewoon uitgewerkt hebben hoe je dat gaat doen. En ook kenbaar hebben gemaakt binnen je organisatie. In het bijzonder natuurlijk bij de medewerkers die zich bezighouden met werving en selectie. Dat is niet alleen de HR-afdeling, maar dat kan ook een leidinggevende zijn. De arbeidsinspectie gaat daar ook op toezien. Hè, dat die werkwijzen er zijn en worden nageleefd. En je moet ook zorgen als werkgever dat eventuele intermediairs die jij inschakelt om voor jou de werving en selectie te doen, dat die zich ook aan die regels houden. En andersom krijgen die intermediairs de verplichting eigenlijk om opdrachtgevers die ondanks het goede gesprek niet bereid zijn om discriminatoire eisen te laten vallen, om die ook te melden bij de arbeidsinspectie. Nou, we hopen natuurlijk dat het zover nooit hoeft te komen dat wij onze opdrachtgevers moeten gaan aanmelden bij de arbeidsinspectie. En we hopen ze natuurlijk met het goede gesprek te kunnen overtuigen van het belang van gelijke kansen. Altijd, maar zeker ook in deze markt. Ja. Als ik dat zo hoor, en dan hebben we het nog niet eens over de verschillende uitspraken van de Hoge Raad, zoals die in de Deliveroo-zaak over ZZP-constructies gaat, of de voortgangsbrief die de minister laatst naar de Kamer heeft gestuurd. Als ik dat zo hoor, dan denk ik bij mezelf, het is geen vraag of we ergens in de komende periode weer een webinar gaan organiseren, maar veel meer wanneer, omdat er vast nog het een en ander toelichting vraagt, zeg maar. Eigenlijk afsluitende vraag voor jou, Marleen. En misschien ook wel een hele belangrijke. Wat zou jij onze klanten nou adviseren? Nou, ik denk heel pragmatisch ruimte in de agenda maken om je cao door te gaan nemen. Vanuit Randstad zullen we het initiatief nemen om ook daarvoor een afspraak te plannen. Dat is iets wat we natuurlijk in gezamenlijkheid kunnen doen. En nog even een goede toevoeging is dat we dat proces zoveel als mogelijk nu ook digitaal kunnen ondersteunen. Dus dat is heel fijn. Vooral voor nu, maar ook in de toekomst als we elkaar weer gaan spreken over de inleningsbeloning. Want zodra wij alle informatie hebben, kunnen we aan de slag. En ik denk dat het goed is als aanvulling daar weer op om de sheets die ze gedeeld krijgen, om nog even door te lezen ter kennis. Want het is nu in korte tijd heel veel informatie. Maar goed om dat nog even te laten landen. Ja. En vragen te stellen waar nodig. Kleine aanvulling nog, want ik hoorde jou zeggen cao's. Maar wat je natuurlijk in de praktijk heel vaak ziet is dat niet iedere opdrachtgever, niet iedere werkgever heeft een cao. Hoef je dan niks te doen. Nee, dan moet je nog steeds iets doen, want die inlenersbeloning is natuurlijk breder dan alleen maar cao's. Het gaat echt om de bij jou geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Dat kan een cao zijn, het kan ook gewoon een personeelsgids of een reiskostenregeling zijn. En het kan ook nog beide zijn. Dus het heeft iets meer voeten in de aarde dan alleen maar inderdaad het raadplegen van een CA. Ja, goede aanvulling. Ja. Oké. Dan voordat ik naar de afsluiting ga. Er zijn best veel vragen voorbijgekomen die ik niet heb gesteld hier aan tafel. Ongetwijfeld, en dan bij voorbaat excuus, soms de verkeerde keuze geweest vanuit mij. Ik heb geprobeerd om vooral verduidelijkingsvragen even hier op tafel te hebben. Maar tegelijkertijd ook om het volgbaar te houden voor een ieder. Niet de vragen die misschien om technische redenen nadat we het onderwerp hadden afgesloten nog binnenkwamen te behandelen. Die vragen zijn niet voor niets gesteld. Dus we hebben ze allemaal geregistreerd. Zorg ervoor dat alle contactpersonen die ook bij jullie langskomen om situatie bij jullie specifiek te bespreken, ook aan de voorkant gebriefd worden over de vraag en daarbij ook voorzien nog van het antwoord. Dat we niet alleen de vraag hebben als we bij je langskomen. Die vraag niet voor niets gesteld en daar komt het antwoord op. Evenals wat ik aan het begin zei, de sheets en de link om terug te kijken.
Rest mij jullie vooral nog een hele fijne dag te wensen. Dank voor jullie deelname aan deze webinar. En ik schat in zomaar. Tot ziens.